oldest company in the Netherlands, Royal Tichelaar Machum, was founded over 430 years ago. But about 12 years ago, it almost had to close its doors forever. There was no more demand for its traditional tiles and pottery. But then Jan Tichelaar found a way to reshape the company for the 21st century. He offered the expertise and craftsmanship to top designers and architects, and they embraced the opportunity with open arms. A Museum of Art and Design heeft een hele prominente plek in New York. Dus elke New Yorker kent dat gebouw. En de architect ervan, Brad Klupfield, had op een gegeven moment die prijsvraag gewonnen om dat gebouw opnieuw te doen eigenlijk. Hij wilde absoluut met keramiek werken en hij zocht een bepaald effect in de glazuur, wat je op afstand anders ervaart dan dichtbij. Of wat je bij licht anders ervaart dan bij een bewolkte hemel, of bij regen anders dan bij droog weer. Nou, dan wordt het interessant. Kijk, dit is een halve plaat, want die plaat zijn twee keer zo lang. En je ziet hier dat die glazuur is heel instabiel. Dus dit is bijvoorbeeld zo'n plaat, maar die glazuur die kan er ook op deze manier uitkomen. Dan is hij veel matter. En als je er, ik zie het nu heel duidelijk, maar misschien jullie niet langs de camera, zie je heel duidelijk een iriserend effect ontstaan. Dat was een hele instabiele glazuur, moeilijk te maken. Moesten we in dichte cassettes in de oven en allemaal narigheid. En dan hebben we heel veel monsters, moet je je voorstellen. Dan heb je dus over de mail en over de telefoon contact. En er gaan voortdurend FedEx-pakjes hier vandaan daarheen. Dus, dan heb ik de Contra op mijn bureau, dan zit ik hier, mijn Contra's. En hij heeft zijn Contra's, die hebben we dan genummerd en dan praten we erover. Zeg, kan ik ook tussen nummer 2 en 4, kan ik er ook tussenin gaan zitten? Of kan nummer 4 een beetje meer naar geel? Of, nou ja, zo op, dat ging eigenlijk heel prima. Toen ik hier in 68 kwam, was er dus eigenlijk alles van vader op zoon overgebracht. En het is heel leuk om de gevoelens en de ideeën die een architect heeft, om die te kunnen vertalen naar een stukje keramiek. En dat is toch wel heel bijzonder. Dat gebeurt niet elke dag. Op een gegeven moment moesten we onszelf opnieuw uitvinden. Althans, dat vond ik. Of je gaat je positioneren als een toeristische attractie. Andere bedrijven hebben dat gedaan, keramische bedrijven. Maar wij zeiden eigenlijk, kijkend door de ogen van onze medewerkers en aandeelhouders en klanten, wat zouden die als de kern van het bedrijf beschouwen wat ik zou moeten continueren? En dat is eigenlijk datgene wat onze mensen met hun handen kunnen. En anderzijds de kennis die we hebben opgebouwd door het doen van restauraties. En de gebieden eigenlijk die al vrij snel in beeld kwamen, dat was het productvormgevingsgebied gebied en het architectuurgebied. En de productvormgeving is een gebied waarop we de kennis die we, de vaardigheden die we gebruiken om te reproduceren, kunnen aanwenden om ook te creëren eigenlijk. Many designers were eager to use the company's traditional techniques in new ways. Fashion designer Alexander van Slobber created ceramic pearls for his necklaces. Helle Jongerius created the bee set, where every couple plate is different depending on its place in the oven. Ik denk dat wij al heel veel opdrachten doen waarvan ik 10 jaar geleden had gedacht dat het een droomopdracht zou zijn. Dus of je het nou hebt over een samenwerkingsproject met Hela of met Alexander, dat zijn in ieder geval partijen waar je heel graag mee samen wil werken. Waarvan je weet dat ze ons op een, ook helpen vernieuwen en op een ander niveau brengen.